Fernandes. Iemand wiens hart pijn doet. Goedendag, mijn naam is Luc Sala en dit is Kleurnet. En een van de wereldproblemen die eigenlijk op dit moment speelt, zijn de Molukken. Indonesië is natuurlijk in de problemen gekomen. De president Wahid kan het niet helemaal aan. Na de vorige president is er dus een soort machtsvacuüm gekomen. Wahid zou dat gaan opvullen, dat is niet helemaal gelukt. En diverse gebieden in Indonesië zijn er op het moment eigenlijk gewapende conflicten. Groepen mensen die met elkaar vechten. Vaak op etnische basis, vanwege oude politieke idealen, Timor, maar ook op de Molukken. En wij als Nederland hebben een heel speciale band met de Molukken, al was het maar omdat er heel veel Molukkers in Nederland wonen. Nou, vandaag wandelt er iemand de studio binnen en die heet Freddy Fernandes en dat is een Molukker. En we gaan eens met hem praten over wat Molukkers voelen eigenlijk. Nou, hij heeft niks te maken met het geweld, met organisaties die bedreigingen uiten. Hij is gewoon Molukker. En misschien is dat wel het beste, want dan krijgen we misschien een visie die u als kijker iets meer vertelt over wat dat nou is, dat gevoel van die Molukkers. En we laten duidelijk zijn, die Molukkers die al sinds 1949 in Nederland wonen, ook allemaal Nederlanders zijn, ook allemaal Nederlands praten, maar toch een ideaal hebben gehouden. En laten we daar eens beginnen, Freddy, met dat ideaal. Wat is het ideaal van de Molukkers? Ja, meneer, kijk, we zitten zo lang hier allemaal in Nederland. Het, natuurlijk zit ook wel een foutje van zelf van of meneer president of minister, weet ik veel. Maar we zijn het gewoon hier gekomen, wegen onze vader die wel bij de kniel geweest. En we zijn gewoon moeten vluchten voor de Indonesië natuurlijk. Was het een situatie met een verjagendheid. Want, Dan praten we dus over 1949. Ja. Nederland. Na de Tweede Wereldoorlog in 1945 zat in Indonesië met een situatie waarin Sukarno op dat moment een soort revolutie wilde. Die wilde een vrij Indonesië. In 1949 is er dat ook gekomen. Maar er waren Indonesiërs, met name Molukkers, die in het Koninklijk Nederlands-Indische leger, het KNIL, als troepen meegeholpen hadden met de Nederlanders. En dat viel niet goed bij de Indonesiërs, bij de rest van de Indonesiërs. Ja. Dus toen heeft de Nederlandse regering gezegd, komen jullie maar naar Nederland. Maar ze hebben ook een belofte gedaan. En die belofte was niet nagekomen. Maar wat was de belofte? Dat jullie een eigen Molukse republiek, ideaal staat terugkrijgen. Een eigen land weer terugkrijgen. Dus dat er een republiek zou komen of een staatsvorm, vreemd, waarbij de Molukkers, dat zijn een aantal eilandjes, een beetje rechts van Java. Nee, we zijn allemaal uit Ambon, maar er zijn verschillende eilanden en dorpen. Noemen ze kampong. Oké, maar een gebied. En hoeveel Molukkers zijn er eigenlijk in Indonesië? Nou, dit moment de gevlucht is in. Ja? Ja, ze zijn wel genoeg. Ze hebben eigen wijken, hè? Ja? Ze hebben eigen wijken daar, die mensen. Maar de gedrachten moesten toch zachtmoedig om te ontwikkelen. Want Indonesië is anders als onze mentaliteiten. Daar is een cultureel verschil tussen de Molukse mensen en de Indonesische. Ja, mentaliteiten. En wat? Mentaliteit. Kijk, Indonesiërs zijn ze gewoon zachtmoedig. Ja. En niet hard. Ja. Beleefd. En tenminste, als je wel iemand belooft, dan moet je ook doen. Dat geldt bij Molukkers. De Molukkers, zeg je, zijn zachtmoedige mensen? Nee, zachtmoedig. Indonesiërs. Indonesië had ik over. Indonesische mensen zijn zachtmoedig? Zachtmoedig, ook zelf. En zelfde Molukkers ook. Molukkers ook, ja. En beleefdheid en respectheid. Ja? Ja, sommige. Maar het verschil zit hem, zeg je, wij vinden dat wij Molukkers zijn meer, je moet je beloftes nakomen. Ja, precies, meneer. Ja. En, maar nou is het al sinds 1949, hè, dus bijna 51 jaar geleden. Ja. Hoe is het nou mogelijk? Laat me even vertellen, jij bent zelf nog in de Molukken opgegroeid en in 1949 hier gekomen. Nou, gegroeid ben ik hier in Nederland. Hoe groot was je toen je hier kwam? Nou, ik was een jaar of twee of zo. Een jaar of twee? Of anderhalf. En wat herinner je je nog? Ik herinner allemaal toen ik in een kamp zat. In Vught? Vught, Lunetten Vught, ja. In Vught. Ja. Daar bij Den Bosch daar, hè, Sertogenbosch, ja.
Het is een hele mooie van de Nederland. Mooi stukje in het gebied, ja. 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 Maar je vertelde me net dat je herinnert dat er toen sneeuw was. Je kwam als klein bruin jongetje uit een warm land. Ja, meneer. En een hele hoge... Met een boot, hè? Ja, we zijn gekomen met boot, ja. Toen kom je in Nederland en mensen sneeuw. En in die boot zagen we al dat het allemaal zusters die zo lief tegen ons verschijnen. Ja, die zijn zo helemaal gek, hoor. Je ziet zo allemaal bruintjes komen, ja. Maar je hebt gewoon, je houdt het mee. Je hebt het gewoon angst een beetje. Ja, ja. Begrijpt ie? Je wist niet waar je naartoe ging? Ja, we wisten niet natuurlijk. Okay. Maar je was ziek van de boot en... golf was kruim, want de golf allemaal. Ja, behoorlijk golf. En iedereen geeft het overgeven zo in zo'n boot. Yeah. Maar mijn vader kwam direct in de kamp. Maar die ging met zijn kameraden allemaal rond, hè. In de stad op, hè. Ja, mijn vader is van hier allemaal. Die mensen van de knieuw. Die Hollander. Ja, want mijn vader was... Was knilman. Ja, mijn vader was gezond, weet je. Nou, die zat zo in zijn jeep met zijn hele kameraden. En dan ging ze in de café rond allemaal. Ja. En zo is het leven. Maar ik was die klein jongetje. Ik weet niet wat aankomt. Want mijn vader heeft mij gewoon, mijn moeder, mijn echte moeder, langs de kant weggeduwd. En dat kind afgepakt, dat ben ik. Ja. En die andere moeder. En je had een Chinese moeder? Ja. En die heb je nooit meer gevonden? Nooit meer. Okay. En dat doet me ergens nog pijn ervoor. Wegens, ja, toen mijn vader met een leeftijd inkomen, dan was hij ook nog een beetje tot een bepaalde ziekte. Wegens, verleden tijd kon ik helemaal niet over praten, want ik durf niet over vader. Maar mijn stiefmoeder die wilde er ook niet over praten, maar ze zijn allemaal geheim. En die papieren waar blijkt dat mijn moeder is, wettelijk getrouwd is. Met je vader? Ja. En mijn en je stiefmoeder dus niet, dus dat was een moeilijke situatie. Nee, daar gaat hij met die papieren heen. Waar gaat hij met papieren? Later kom ik van CAZ, dus om te zeggen, die Ammonese zorg. Die papieren zijn dat allemaal vervalsing. Allemaal. Je moeder wel degelijk. Ja. Maar die heb je nog. Maar dat blijft je vasthouden. Hoe oud ben je nu? 53? Nou, van de jaren 60 ben ik opgegroeid hierom. Dus ik ben nu 54. Ja. Maar dat steekt nog steeds. Ik voel, ik voel me net of ik 16 ben. Ja. Elke dag voel ik me. Maar in mijn hart en ziel denk ik toch. Oké, maar dit is toch één. Die moet ik toch even goed weten. Of we nog in leven zijn. Of is ze overleden? Ja, ja. Als ze nou overleden, muziek gaat weer met mij rust. Nou weet ik nog niets. Ik vraag een hulp gewoon van Spoorloos, van KRO, weet u? Ja, om dat voor op te zoeken. Maar ja, er zijn zoveel mensen. Die hun ouders kwijt zijn. En ik was blij. Oh, ik was blij toen ik brieven. Iemand had een brief kunnen schrijven voor mij als maatschappelijk werk. En ik wachtte en toen stuurde ze me, ja, toen stond erbij, de heer van Jons, als wat is, dan sturen we een brief, dat persoonlijk, dat die bericht dat we aanwezig aan opsporing. Maar blijkt dat dan, dat ze weer, ja, een brief. Het ging uiteindelijk niet door. Nee, toen zeggen hun, dus dan zou ik maar zeggen, meneer van Jons, we zijn al veel mensen. Probeert hij weer een andere keer weer een brief te maken. Maar het is niet gelukt. Nee. Maar nou is dat toch interessant. Want dat familieverband, want jij komt dus van de Molukken. Hè? Ja. Dus je zegt je moeder was Chinees, maar je vader is hierheen gekomen. Je hebt in kamp Vught gezeten. Je hebt overigens, als de mensen dat zien, hier de Molukse vlag op. Ja. Dat is omdat er nu toch echt spanning is. Mijn hart en ziel, ja. Dat ken ik. En ik leef in een generatie ook. Een bepaalde generatie. Van jaren 60. Die daar nog... Die heb ik nog. Die heb ik al heel lopen hier. Heel Nederland. We staan allemaal om te kijken. Maar iedereen heeft een bepaalde karakter. Iemand die zichzelf opgevoed door de vader of de moeder is verschil dan een ander. En die andere ook met politiek. Maar van politiek was ik nooit bij aangesloten. Maar je laat nu toch door Amsterdam te lopen met de vlag van de Molukken zien. Ik voel me gewoon, verlaten. Verlaten. Ja. Maar normaal hebben we altijd... De... Normaal,
pardon meneer. Normaal leven we samen in een kamp, dus allemaal. Ja. En we weten hoe die eendrachtigheid. Ja, samen. Samen, hoe het leven. We hebben altijd tantes en oom, noemen. Ja. En de buren noem je ook tante en oom? Ja, alles. Ja. We leren respecten en zo. Automatisch is streng was goed voor ons allemaal. Niet wat tegenwoordig nu is. Ja, anders. Maar toen we in de woonwijk, meneer, toen moest ik ergens naar de. Ik ben thuis weggelopen. Wegens, ja, behandeld. Mijn ouders gaat mij mishandelen. En die buurvrouw daar op de hoek, een Hollandse, ja, die ziet het gewoon. Hè? Dat is zo erg geweest. Ja, kinderpolitie schakelen. En toen ben je buiten die gemeenschap. Nou wil ik dat even naar de Molukken brengen. Ja. Want op het moment horen we dus dat mensen die al 50 jaar, 55 jaar in Nederland wonen. Ja. Toch nog een enorme band hebben met hun familie op de Molukken. En zo'n band dat ze zich politiek druk maken. Er zijn mensen die op de Dam gaan zitten. Er zijn mensen die in de Tweede Kamer gaan protesteren. Er zijn dreigingen geweest van groepen die zeiden er moet wat gedaan worden. Er is een bezetting geweest van een bank. Is dat familieverband nou zoveel sterker dan zeg maar van een Nederlandse familie? Nee, wij hebben meer sterk dan Nederland. De familieband van de Molukkers is heel anders dan Nederland. En, heel, heel sterk band, echt, als je zo ziet. Maar laat ik dat eens in de praktijk doen. Als er nou iemand in een familie arm is, ja? Die hebben behoorlijk te erg te steunen. Dan steunt de familie, dan zeggen jullie niet van, ga maar naar de bijstand. Nee, die zeggen we. Als je dus kunt steunen, ja? Dan doen ze gewoon. Dat zijn echte familie. Is anders dan Nederlander. Echt waar. Of dus jullie hebben Nederland eigenlijk in die 50 jaar dat idee van die oude kampongs, waar iedereen bij elkaar hoorde. Ja. Ja? Hoe zat dat nou ook met bezit bijvoorbeeld? Er zijn toch mensen moeten er geweest zijn die meer geld hebben dan andere mensen. Of is dat. Nee. Iedereen gelijk. Iedereen is gelijk. Iedereen gelijk. Alleen de kerk. Soms in de kerk en de kamp zijn verschillen. Altijd twee partijen. Je hebt GPM en GIM was het vroeger wel. Ja, nog een ander soort dingen, maar die zijn geheim. Maar jullie kerk, maar je hebt ook een kruisje op je. Die kerk was christelijk en dat is een van de problemen in Indonesië. Protestant, ja. Protestant. Je hebt wel katholiek, maar ja, katholiek is. Ik heb ook nog een zusje die is ook getrouwd met Timonezen. En wie weet, ik heb een heleboel met Timonezen ook te maken. Dus dat zijn eenheid, dat is allemaal eenheid. We hebben ook onze taal, maar ze praten ook die andere talen. Dus. Ja. Maar wil ik dan zeggen erbij, dat de Molukse band van familie is erg sterk. Als een bruiloft is, dan gaat iedereen familie, de tent, gaat tenten. Uit de dak? Ja, veel bandjes gaan er. Behoorlijk goede bandjes. Nou, iedereen dansen. Oud en jong allemaal. Dat weten de boeren en dat weten de Hollander allemaal. Dat is heel erg gezellig. Tot 's morgens vroeg. En komen allemaal van die kunstjes komen allemaal voor te schijnen. Nee. Maar nou, dat is duidelijk. Hier in Nederland heb je dus dat verband tussen die mensen gehouden. Het zijn die tantes druk allemaal met koken. En die omen, die stoelen, tafel, alles. Ik ken dat een beetje uit de Surinaamse gemeenschap. Daar staan altijd van die grote gasstellen, hele rijen. Ja. En dan is er eten, en dan is er drank, en dan is er muziek. Ja. En uiteindelijk zie je inderdaad de oma van 80 dansen met de kinderen van 3. En het is fantastisch. Maar wij leven heel anders dan Suriname. We hebben gewoon echt Molukkers. Ook heel anders dan de Indonesiërs. Ja? Ja. Wat is het verschil met Indonesiërs? Nou, Indonesiërs, die kwamen nog niet hier in zo'n kampen. He? Wel Indonesië, misschien denk ik wel. Maar in Nederland, nooit. Nooit in kampen. Ik heb ook nooit gezien dat in kampen zo. Die Indische mensen, ja, die hebben ook toen met die tijd. Die blijven ook wel bij elkaar, de Indische mensen, zeg maar. De Nederlands-Indische mensen. Op die tijd zaten ze ook in bepaalde kampen. Niet zoveel grote, kleine. En dan later wordt verplaatst door de Nederlandse regering om naar in pensioenen. Dat weet ik. Daar is een vrij goede integratie geweest. Wel, steden als Den Haag hebben heel veel van die Indische mensen. En dan gaan we wel naar de. Ja. Naar de Ja. Maar, dus, maar nou even, bent u in die 50 jaar terug geweest op de Molukken? Nooit geweest. Zou graag willen zien. Maar met deze, wat er nou gebeurt, ik zal niet daar willen. Niet durven? Nee, niet durven. Ik ben bang voor die tantes of die oma zelfs. Het is moderne wereld gegaan nou, tegenwoordig. Kijk, hoe het in Nezis is.
show was going on, and after the Molukken, the show got was going on. Begrijpt u wat ik bedoel? Nee, u bedoelt voor Indonesië is moderne tijd gekomen, ja? Weer. Dan gaat er ook de vol achtervol, ook met de Ambon natuurlijk. Dat, ja, ja. Stukje. Jij zegt ook Indonesië wil eigenlijk dat Ambon zeg maar met de moderne tijd meegaat, dat er computers komen, dat de integratie plaatsvindt, auto's, technologie. Dat is ook allemaal zoiets. En zo is het bij Ambon ook nog nauw geworden tegenwoordig, wie er geld voor hebt. Ja, ja. Die gaat in de stad Ambon, maar nou is het helemaal plat, heb ik zelf gezien op televisie. Ja. Dat doet me ook hard. Ja. Daar lopen er twee dingen door elkaar. Dat is het Ambonese volk, de Molukkers, die een eigen staat willen, een politieke ideaal hebben. En er is ook de strijd, zeg maar, tussen de islam en de christenen. Ja? Ja? Ja. Die twee dingen lopen door elkaar. Ja, of? Meneer. Denk ik wel, ja. Het kan niet op één blijven. Ik weet niet wanneer dat ook. Maar apartheid kan het niet. Maar ja, wegens het geloof alleen heb ik zoiets in mijn hoofd. De afgelopen 50 jaar heeft de Indonesische regering heel veel mensen van Java en van Sumatra naar Ambon gestuurd. En er is dus een vermenging opgetreden van verschillende bevolkingsgroepen. Ja. Maar dat kun je toch niet meer terugdraaien? Ja, dat zou ik niet weten. Maar alleen denk ik Allah of God weten ervan, hè, meneer. Ja. Want die mentaliteit blijft hetzelfde van Molukken. Ja? Kijk, als het oom en tante zeggen, dan blijven oom en tantes. En zus en broer, dat zijn ook zelden. Want we zeggen boem, we zeggen zus. En als je een oude, vaste familie, dan zeg je oesie. Dat is de echte familieband. Dan zeggen we oesie. En als zus, gewoon, dat is elke als een Hollander hier. Zie je aan mijn meisje zo, zeg zus, zoiets. En broer, gewoon, als je die naam nu weet. Maar dan zie je. Als je leert, dan zegt hij, neem me niet kwalijk. Ik ben ouder dan jou, je hoeft mij niet broer te noemen. Noem maar een naam. Ja? Als je iets ouder, hoe oud ben je? Welke kant kom je vandaan? Welke eiland, welke kampong? Dat speelt nog steeds? Ja, ja, tegenwoordig, die nieuwe generatie komt er aan. Dan vragen ze. Het kan ook je familieband. Mm-hmm. Je neef en nicht, noemen ze een soort Pella. Pella is heel dichtbij. Dat is belofte van heel jaren terug allemaal. Wegens de trouwerij. Want de ene kant mag wel trouwen met die zus. Die andere kant die mag niet trouwen met een andere kant van het familieband. Dat zijn allemaal regels. En die worden hier nog vastgehouden. Ja, dat zit er maar een beetje bij in. Nou ook zo dat zeg maar qua rechtspraak, als ik in zo'n kamp Vught waar je gezeten hebt, ja. Was er een interne. Stel dat er ruzie was, dat iemand wat gestolen had, of gewoon lastig was geweest, of wat dan ook. Gingen mensen dan naar de politie of lossen ze dat zelf op? Dat lossen ze zelf op. Was er een soort structuur daarvoor? Nou, dat is gewoon. Dat lossen we zelf op. Als het te erg is, dan de politie. Maar daar kan de politie ook niet tussen komen. Want dat is de echte grote Wilde Westen daar in kampen. Dat was een eigen. Het gevaarlijkste van de heel Nederland was altijd geweest. Dat had een eigen rechtspraak, een eigen structuur gekregen. Mensen kwamen uit het leger, wisten wel met wapens om te gaan. Ja. En we komen tegenwoordig in die kamp, daar zitten allemaal tegenover kazerne. En al die jongens, of die Hollandse jongens allemaal, die komen allemaal in de kantine. Wist ik nog. En mijn vader zit ook soms te katen en dit en dat. Mijn vader eigenlijk, die wandelt een beetje en die gaat ook al naar de boerwerk. Maar dan gingen we, als die wel een werk hebben kunnen vinden, gaat ze 's morgens met het hele bataljon, met de fiets, naar de boer. Wacht even, dus het oude bataljon van de KNIL ging dan gezamenlijk nog werken? Ja, dus zullen we zeggen. Dus dat is in stand gebleven, die hele structuur? Dat is gewoon, dat is één. Dus als mijn vader werk krijgt bij de boer,
Nou ja, de boer hebben nog veel mensen nodig. Dan bellen ze jou op, ja? Nou, dan reed mijn vader. Ja, nou, als je er wil werken, dan gaat iedereen. Want dat steuntje wat heel klein, heel weinig. Om al die kinderen, wij... Ja. Om de steun aan te vullen gingen ze werken, maar dan gingen ze met het hele bataljon. Ja, met de fiets, ja. Zeg, nou is er nog steeds dus die RMS, hè? Dat staat voor Republiek Molukka South, hè? Ja, Republiek Molukka Selatan. Ja, zoiets hebben ze gewoon op een gerechte rechtsstaat willen hebben, maar dat gaat allemaal langzaam. Wij moeten gewoon, ze zeggen meestal, wanneer je kalmpje doet, dan krijg je ook die tijd terug. Ja, en... Wacht even, dat is een interessante opmerking. Jij zegt, als je iets rustig aan doet, komt de tijd wel weer terug. Geduld krijg je een tijd. Ja. Geduld krijg je tijd. Je moet er ook iets voor doen. Ieder mens die eigen staat wil hebben, dat heeft God met onze allen te maken, Almachtige, die ons gegeven. Toch wat wegen de andere kant, dat die mensen geen gelovig hebben en geen christelijk zijn. Mm-hmm. Maar dat bestaat wel in deze wereld waar we leven, in dit aarde. Moet ergens bestaan. En daar moet je mee rekening houden. Als u zelf machteloos bent, wat zou u dan voor uzelf doen? U moet ook tegen een ander zeggen, ja, het is toch wel ergens iemand voor ons allemaal. Je zegt, je moet vertrouwen houden in God of Allah, ja, of hoe je het maar ja, noemt. Ja. Het vrede moet het. Ja. En dan zeg je ook nog, als je dat vertrouwen en dat geduld hebt, dan komt het wel weer goed. Ik denk het wel. Hij beslist ons. Wij niet beslissen. In het algemeen, wij hebben niks wat te beslissen in deze wereld. God of Allah, of noem maar Jezus, ja, die hebben ons de macht over. Ja. Het is een mooie gezegde dat zegt, hij die ons hier gebracht heeft, brengt ons ook weer thuis. Ja. Dat zou het moeten. We hebben niks moeten. Ja. Ja, we hebben niks wachten. Moeten. Dus wachten. Je moet... wachten. Dus die RMS, dat ideaal, dat bestaat nog. En nu is er een tijd gekomen in Indonesië dat het een beetje wankel is in Indonesië. Ja. En dan vlamt dat politieke ideaal dus weer op. En dan gaan mensen zoals jij, gewoon een Molukker, gaat weer met een vlag lopen. Want dat heb je vorig jaar, had je die daar niet op. Of ja. Wel? Ja, nou, kijk. Ik loop met een vlagje. Wil zeggen, mijn hart en ziel. Dat ik Njong Ambon is gewoon een jongen uit Ambon, vader. Maar aan de ene kant zit ik ook hier tegenover mijn moeder. Het doet me verdriet, het doet me pijn. Het feit dat je moeder nooit gekend hebt. Ja. Ik heb niks meer te maken die moeder of die vader Japanners zijn of wat dan ook in Molux. Maar ik heb met moeder te maken. Als ik een vader Chinees was, niks. Maar ik heb moeder Chinees. En ik heb geen haatgevoel tegen mijn vadervolk. Ik ga dat toch weer even terugbrengen. Je zou het gevoel kunnen krijgen dat Molukkers zich dus afzetten tegen Javanen of Chinezen of Japanners of wat voor andere volken. Is dat zo? Zijn Molukkers in zichzelf verdraagzaam of zeg je, ze scheiden zich toch een beetje af? Nou, voor die dingen durf ik niet erover te praten. Je hebt veel... ook moeder die ook Javaan, die moeder ook Chinezen. Dat komt veel voor. Ja, met mijn zus, die hebben ook uit Manadonezen afkomt. Mijn oudste zus, die hebben ook me verzorgd toen we kwamen in Nederland. Elke moeder van verschillende... mannen? Nee, verschillende... culturen? In Indonesië heb je van alles, toch? Ja. Je hebt... Dus laten we zeggen, het idee van integratie. We wonen nou in Amsterdam, hè? Of jij gaat hier wonen. Daar wonen Turkse mensen, Marokkaanse mensen. Heel langzaam leren we met elkaar om te gaan. Ja? Iemand trouwt is met een Turkse vrouw. Heel langzaam gaat het proces van integratie op gang komen. Maar daar moet je wel toe bereid zijn. Je kunt ook zeggen, nee, wij Molukkers willen absoluut niet trouwen met mensen van een ander ras of een andere achtergrond. Ja, meneer, als u dat zo zegt. Dat is onze vader die allemaal in de knieën gezeten. He? Ah, dat was de reden. Ja. Dat waren geen brave jongens. Ja, dat zouden we zitten. Dat zouden we zitten. Kijk, daar kijken we aan. Met mijn generatie denkt het over. Nou, hey, mijn moeder is je vader. En je moeder?
Moeder Chinees. Oh, onze vader is allemaal Ambon. Ja, dan kun je nagaan hoe het ondeugend is je vader toch geweest in de kniel. Ja. Een Nederlandse kniel, zei hij. En dan, ja, diegene die heeft moeder. Maar hoe ging dat? Ze waren knilsoldaten en ze waren bijvoorbeeld dan gestationeerd op Java of op Sumatra of op Bali. En dan ontstonden er allemaal kinderen. Ja, bedoel ik. En dan gaan ze weer naar Ambon toe. Met die kinderen. Ja, want echt, een Ambon, die hebben je niet van die... Net hier in Nederland ook geweest, toch? Er waren ook geen, noem maar op. Er waren ook geen Duitsers die hier van... Duitse moeder die hier vanavond komt. Ja, 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 ja. Geen Duitse moeder of een Franse moeder hier. Of een Belgische moeder die hier... Oké, dus daar heeft een vermenging. Maar jullie praten... Welke taal praten? Wij praten... In het district van Ambon heb je allemaal dialecten. Ja, maar is er één Ambonese taal? Of is dat hetzelfde als Indonesisch, het Maleis? Nou, Indonesisch is vloeiend hoge Maleis, hè? Nee, ja? Hoge Indonesische taal. Ja? Maar een beetje vergelijkt met Ambon is een beetje moeilijk. Maar is de taal van Ambon heel erg verschillend van dat Indonesisch? Van dat... Ja. Ja, en wild, hè? De taal is wild? Grof. Ja, ja, niet verfijnd. Ja. Dat was vroeger zo. Je had in Indonesië had je een taal van het volk en een taal waarin je tot de heersers sprak. Ja, dat was zo. Kijk, bij Indonesië hebben ze gewoon Tuan Besar. Ja? Maar bij ons is het anders. We zeggen altijd iets anders woord, zo'n meneer of zoiets. Iets, weinig verstand van, maar ik weet dat in Indonesië hoog. Ja, ja, daar zijn andere omgangsvormen. Ja, ja. Ja. Maar in Kamp Vught, wat praten jullie met elkaar? We praten gewoon dezelfde taal. Dezelfde taal, maar niet Nederlands? Nou, ja, als je nou op school gaat, automatisch. Ja, dan moet je Nederlands spreken. Nou, niet moet, maar je krijgt automatisch. Je gaat, ja. Maar de vadermoeder was het ook niet, hè. Die spraken nog steeds Ambonees? Ja, die en het is gevaarlijk, die mensen. Zelfs die Turken en Marokkaan, die ouders, die zijn gevaarlijke mensen. Als nou, dat iemand, is nog steeds zo. Iemand die melkboer komt aan de deur, of de visboer, of de groenteboer. Maar oppassen, want die tante, want die verstaat geen woord in grote ogen. En smeert zo met zo'n lange... Mes? Een kleiwang, weet je. Ja, ja. Net samurai of zoiets. En die oom ook, die Die zijn die verstaat verkeerd. Die verstaan de dingen verkeerd, ja. Verstaat verkeerd. En dan moet meehelpen, alleen steun van de kinderen. Wat nou ook die mensen die hier komen, zeg, noemen eerst gastarbeider. Ja. Die komen ook van de kinderen te leren, nietwaar? Ja. Want die valse dingen zijn die mensen gauw. Want die komen van die land. Zijn nog ze niet... komen met een wantrouwige aard en dan... Pakken ze de dingen gauw verkeerd op? Ja, ze zijn nog niet tam, zullen we zeggen. Ze zijn nog niet tam. Dat is misschien de moeilijkste uitspraak. Misschien. Ze zijn nog niet tam. Nou, ja. Ik geloof niet dat ik vind dat wel een prachtige uitspraak. Ze zijn nog niet tam. Ja, ik heb er veel van geleerd in mijn jeugd. Dus ik zie de alle soort mensen hier komen. Ik denk, ja, als ik zo bekijk. Nou, die mensen zijn ook gevaarlijk. Want als ze één woord verkeerd en verstaan ze verkeerd, dan pakken ze goed. Ze zijn agressief. Ja. Maar dat dus misverstanden ontstaan en dan zeg je, ik vind dat wel heel mooi, dus ze zijn niet tam. Ik geloof niet dat in een Nederlandse politieke statement staat van we moeten ze tam maken. Dat kan natuurlijk niet. Maar wat je bedoelt is dat de omgangsvormen die wij hebben, een soort redelijkheid die je in de taal legt, als je die taalbarrière niet hebt, dan loopt het wel eens uit de hand. Wat mij opviel is dat tijdens die bezettingen, want we hebben laatst hier nog een bezetting gehad van een bank, dat de politie er erg bang voor is dat jullie een taal spreken die niemand anders kan. Dat de Molukkers onder elkaar over de mobiele telefoons dingen kunnen zeggen die zij niet begrijpen. Ja, dat worden ze heel erg onzeker van. Dat wil ik net zeggen, want die jeugden, die hebben heel gewoon met die aanpassingsvermogen, dat die heel met die taal heel goed bij elkaar kunnen begrijpen. En Nederland probeer je ook te leren, maar kan niet. Nederland kan gewoon alleen misschien dat Indonesisch spraak. Dit is van onze vader al. In de vroegere tijden, toen de koloniale was geweest. Het was gewoon dat het Molukse taal is heel moeilijk.
En er zijn maar de Molukse mensen die het spreken. Maar werken er nou ook zeg maar Molukse mensen bij de Amsterdamse politie? Ja, als het gewoon bepaalde woorden zijn, ook gevaarlijke woorden. Kijk, daar heb je ook bepaalde woorden. Als je ze met gevloekt of wat dan ook. Dat is voor hem alles wat hij uitgeeft. Is met geloof ook te maken. Je bedoelt magische woorden? Nee. Geen magie. Vloeken. Als je gewoon normaal christelijk bent, ja, dan is het gewoon daarbij in. Ja, heeft te maken met voorouders natuurlijk. Voorbehelpen van God ten eerste. Voorvaders. Is dat nog, speelt dat ook nog? We hebben het over die sterke familieband gehad van de Molukkers. Hè? Dat ja. Ze, iedereen is tante of zus of iedereen hoort erbij. We hebben het christelijk geloof, wat niet gelooft in voorouders zozeer. Hè? Ja, eigenlijk ook wel weer een beetje heilig en zo natuurlijk. Maar speelt dat vooroudergeloof? Dat je deel bent van een hele generatie mensen. Dat jouw kinderen en jouw ouders zijn weer met elkaar verbonden. Speelt dat? Ja. En de kerk is het anders. De kerk is altijd één. Als gereformeerd en protestant hier in Nederland was geweest. Of katholiek. Ja. Ja. So dat, is er dus naast het christelijk geloof... Maar voor geloof, de, mag ik hierbij zeggen. Maar voor islam, dat zou ik niet kunnen weten. Er zit wel islam hier in Nederland. Maar ik heb nooit daar dichtbij gestaan om... Om te weten hoe dat in elkaar zit. Nee, okay. Nee. Maar binnen de Molukse gemeenschap leeft dus die voorouder... Verering zou je kunnen noemen, of dat besef van die voorouders nog steeds. Ja. Dat blijft gewoon in. Dat betekent dat als jij nou naar Ambon zou gaan... Ja. Ja, zou je dan bijvoorbeeld naar een begraafplaats gaan daar? Ja, natuurlijk meneer. Tuurlijk. Dat is mijn voorouders. Mijn voorouders. Ze noemen Nene Moyang. Enzovoort. Ik weet niet, opo. Ja. De vorige generaties. Ja, allemaal. En dat zit gewoon in. Je vader heeft gewoon verdriet. Je moeder heeft verdriet. Kijk, dit en dat. Vroeger was het zo. Ja, want het is niks met stam te maken. We praten niet over stam, maar het is gewoon de gewoonte. De Hollander hebben het ook, meneer. Of Nederlander, ken niet zo. Ja, we hebben ook een beetje het gevoel dat we een deel zijn van een generatie. Ja. Maar er zijn toch geen mensen in Nederland die een beeldje hebben van... Nou, misschien nog wel een foto, maar we hebben niet een beeldje in de hoek van onze voorouders. Ja. Jullie nog wel? Sommigen wel. Niet. Ja. Sommigen niet. Ja. Ze vertelden het wel over. En voor generatie... En dan, ik vind het heel anders als gevoel als je in Nederland hier een ander soort cultuur. Dat voel je nog steeds? Ja. Anders. Andere energie. Ja, vereenzaamheid en alles. Eenzaamheid. Ja. Denk je dat je als Molukker minder eenzaam voelt dan de Nederlanders? Ik durf niet te zeggen... Niet voor iedereen, maar voor jezelf. Nee, ik durf niet te zeggen hoe Nederlander bent. Je hebt ook veel Nederland vereenzaamheid. Maar op een moment, die tijd die, waar we nog gehad hebben, er was niet vereenzaamheid ergens. Nee. Nu ben jij op zoek naar een woning in Amsterdam, hè? Ja, nou... Dan moet je op jezelf gaan wonen. Voelt dat als dat je dan buiten de familie valt? Nou, daar heb ik meer ruimte, denk ik. Daar heb ik meer ruimte. Dan heb ik meer zorg voor mijn eigen huis. En dan heb ik zorg eventueel voor naar mijn familie af en toe hier en daar. Dan ga ik automatisch over de... Je hebt een kompoelan, dat wil ik zeggen. Kompoelan, ja, dat is een? Een soort verzameling van dorp, kampong. Ja, de mensen om je heen, ja? Ja, dan moet je daar ook toe gaan. Ik heb ook... mee te maken, want mijn vader komt van die en die. Dus dat dorpsverband, Kompoelan, daar ga je nog steeds naartoe. Als iemand uit het dorp trouwt, ga jij er ook naartoe? Ja, moest er gewoon. Dan moet je naartoe? Ja, als je geen tijd hebt, ja. Dan geef of als iemand doodgaat of geboren wordt, dan zijn de momenten dat je dat is je tante, dat is je oom en je moet weten. En hoe is het nou met die problemen daar in Ambon is nou gegaan? Ja. Nou, dan vragen ze ook hulp als je dan kan... En dan moet je ook wel opgeven. Ja, niet moet, maar als je dat kan, dan doe je ook een beetje bij. De oudere Ambonese. Ik zal niet eigenlijk voor dat geld,
voor wapen te kopen. Nee. Geld of wapen. Nee, dat is niet goed. Nee, dat kan toch niet? Dat is je familie allemaal. Dat kan je niet. Beter voor eten en zo. Geweldloos hulp. Nee, ja. Ja, oké. Okay. Als nou oudere Ambonese mensen. Leeft je vader nog? Mijn vader is al lang overleden. Ja. Maar de oudere Ambonese mensen, zitten die in aparte tehuizen? Is daar opvang gebleven waarbij die familieband in stand blijft? Sommigen die willen niet graag in een tehuis zitten. Een ouderlijk tehuis of zo. Die hebben een dochter die kunnen willen zorgen. Die hebben lief voor hun ouders en moeders. Maar ik heb echt gevoeld, medelijden niet, maar ik heb echt gevoeld dat ik ook veel pijn had om... We horen niet daar thuis bij oude vandaag aan al die mensen. Of we moeten allemaal bij elkaar op één. Oh ja, dus je zegt, als we ouder worden, dan moeten we zorgen dat we bij elkaar blijven. Want anders dan voelen we ons vereenzaamd. Ja. Geen cultureel contact met mensen die hetzelfde denken. Ja. Ja, ja. Maar deze mensen, deze cultuur, waren ook naar bijen gekomen in Nederland. Die denken ook op zichzelf ook zo misschien op die moment. Want Nederlands, die kan het wel. Ja? Maar ik heb ook wel medelijden van Nederlands. Als ik zie, altijd mijn vader, moeder, die kinderen die komen niet op zoeken. En die zijn vereenzaamd tegen de muur aan om te wachten. Want die heeft ja, je moeder... Dat voel je als het verschil tussen Nederlandse mensen. Ja. Dat is... We houden heel veel van onze vader en moeder. Altijd zo. Ja. Kan niet weg. Okay. Toch is je vader, die hebben jou mishandeld. Of wegens een knieel drinken of wat dan ook. En je moeder of je stiefmoeder. Maar je voelt toch... Kan niet. Kan niet. Hard. Ja. Maar wegens, ik heb ook blijkbaar... Ik ben blij ook mee dat mijn stiefmoeder mij verzorgt. Dat tot zo groot. Ja. Dus dat blijft ook je moeder? Ik moet nemen aan. Ik moet accepteren als mijn moeder ook. Ja. Heb ik weer pleegmoeder. Ja. Dat is een Hollander. En zijn allemaal schipper en mijn pleegvader. En mijn pleegbroer en mijn pleegzuster. Ja. Zijn Hollander. Maar dat is ook familie geworden? Ja, maar dat zijn mijn... Okay. Freddy Ferdinandus. Ja, meneer. Molokker. Ik ben blij dat we gesproken hebben met je. Ja. Ik heb in ieder geval weer wat meer begrepen van wat die Molukkers bezighoudt. Hoe dat familieverband nog zo sterk is. Dat nu, 50 jaar later, dat wat op de Molukken gebeurt, de mensen hier ontroert en beweegt. En dat zelfs jij na 50 jaar dus nog met de vlag van de Molukken in Amsterdam rondloopt. Ja. Dankjewel. En wat u verder wil zeggen, ik vind het fijn dat u mij gewoon vragen stellen in alle toestand. Ik weet ook niet wat ik moet zeggen, maar wegens mijn ziekte kan ik ook niet zo goed mee omgaan, want ik heb een herseninfarct. Ja. Gaat niet snel. Nee, maar het was heel duidelijk. We hebben geprobeerd om duidelijk te maken. Leuk, ik vind het ook persoonlijk leuk dat u mij zo vragen stellen en fijn in contact gesteld was. En dat die mogen, dat zit iedereen misschien ook wel, die Molukkers. Dan zegt ik kan toch niet mijn hart, ik kan niet weigeren dat ik geen Molukker ben. Okay. Want ik ben gewoon een jongen, echt. Van de Molukken? Vader is Ambon, je blijft gewoon Ambon in je hart. Oké. Okay.